Vandaag gaan we een rondje Mont Ventoux doen. Dus we gaan de Mont Ventoux op en over. En dan maken we het rondje af met nog een extra 40 kilometer. Wat verwacht je ervan? Heb je hem al eerder gefietst? Ja, ik heb hem vorig jaar gefietst. Toen ging hij wel heel erg fijn. Dus ik ben benieuwd of ik hem sneller kan doen of dat hij toch ietsjes langzaam gaat. Maar goed, het gaat ook om plezier en om een lekker rondje. We boven zijn, laat je weten of je sneller bent dan vorig jaar. Ik doe mijn best. Nou, hoe was het? Zwaar. Ja? Het is altijd zwaar. Ik had er wel zin in. En dan kom je in het bos en dan gaat hij naar het 19%. Nou ja, daar blijf je gewoon 7 kilometer, 8 kilometer in. Dan kom je het bos uit en dan word je weer fanatiek, want dan gaat hij naar 5%. Maar die laatste 2 kilometer is altijd zo, of altijd, ik heb hem nu 2 keer gereden. Die is echt killing. Maar gelukkig wist ik dat van de vorige keer. Heb ik me niet opgeblazen en ben ik weer veilig aangekomen boven. In een nieuw PR, dus dat is hartstikke leuk. Oké, okay, hoe lang deed je erover dan? Nu deed ik 1,37 over. Ja, en de cameravrouw die is afgestapt, hè? Jammer, hè? Ja. Hoe ging het dan? Niet goed, hè? Waarom niet? Een beetje pijn in mijn rug en toen dacht ik van, laat me zitten. Bekijk het maar. Rijd staken. Ja. Een beetje verstandig zijn, hè? Want anders dan overleeft mijn rug niet en dat moet ook leuk blijven. Dus. Je bent ook geen topsporter meer, hè? Nee, dat is ook wel even overduidelijk geworden. Dus, Volgende keer beter. Ja.